Goedenavond, welkom vanuit De Koel. Wij gaan kijken naar de opkomst van VVV en Willem II. Kunnen we? Ik kijk de gespannen koppies. Onder meer bij Sven Braken en daarachter Ennio van der Gouw. Iedereen leed zo op zijn eigen manier toe naar deze wedstrijd. De eerste van VVV en Willem II. De keukenkampioen play-offs. En ook de fans leven toe naar dit duel. In goed Venlo's, this is how we rise. Zo probeert VVV op te staan en omhoog te gaan naar de Eredivisie. En ook in het goed gevulde uitvak een fraai staaltje huisvlijt. De stoere kerels staan op. Is weer een keertje wat anders. En hij is er dus bij. Nick Venema met naast hem Sven Braken. Voor de 11e keer dit seizoen samen in de basis. Boy Jong voert het woord. Laten we dit afmaken in de komende 3 weken. Dat is ongeveer de vrije vertaling. Het hoofd van Lathouwers, Jonk. Het is een overtreding, dacht ik, maar Dieperink vindt van niet. Venema. Even verlost van Woudenberg. Venema wordt een hoekschop voor VVV. De hoekschop, die had toch binnengekomen kunnen, slechts moeten worden. Ketting komt eraan stormen, hoeft niet eens te springen, maar knikt hem eigenlijk gewoon vooral omhoog. Kabangu, Woudenberg. Daar staat Hoornkamp, aannemen, afdrukken, 1-0, Willem II. En de man die er een ruime maand geleden al 2 maakte tegen VVV, doet het nu weer. Het gaat mis bij Lathouwers. Die hem niet tot bij Smans krijgt en dan gaat het heel rap. Kijk naar Hoornkamp. Die moet gedekt worden door Dirks, maar die schat dat compleet verkeerd in. Dan is het voor Hoornkamp appeltje eitje. Lathouwers richting Braken. Echt hem aardig klaar. Daar komt de Smans. Nou, alleen volgens de statistici is dit denk ik een doelpoging. Lathouwers levert in. Vermeulen. In Kabangu en die kopt hem over de goal van Van der Gouw. Genoot wel wat vrijheid. Paas was net niet 100% nauwkeurig. Smeulen weet iets meer precisie. De kans was nog groter. Willem II. Willem van Smans. Zo bekeken lijkt het geen positie om het direct op doel te proberen. Van der Gouw houdt er ook niet echt rekening mee door een mini-muurtje te posteren. Toch wordt het geprobeerd in de handen. Bij Van der Gouw. Weinig verrassends van Verret. Kabangu in het midden, heel veel ruimte. En die ruimte wordt gevonden bij Hoornkamp. Het is 2-0 voor.
voor Willem II. Dat uiterst efficiënt is, maar ook gewoon veel en veel beter. En dan gaat het weer zo makkelijk. Oosting krijgt hem niet. En Hornkamp rond lekker af hoor. Met zijn linker. Dat is voor zover ik weet niet zijn favoriet. Geel is er ondertussen geweest voor Braken. Braken vindt dus dat Schouten hier een overtreding begaat. En is dan zo woest dat hij zich zo afreageert. En dan is het echt goed gedaan door Dieperink dat hij voordeel geeft. Smans, dit doet hij sterk. Hier komt misschien een kansje aan voor VVV. Via Venema is het raak. Het is eerst Van Berkel die hem aan Venema geeft. En dan schiet Venema tegen Braak aan. En dat is een doelpuntmachine, dus die claimt deze gewoon. Alouche trapt op een arm. Vinden ze bij VVV. En is het dan strafbaar? Dat moet Mark Nachtegaal nu gaan uitzoeken, de videoscheidsrechter. Alouche. Ja, op een arm dus. Vindt Nachtegaal en strafbaar. Dieperink gaat naar de kant. Arm steekt uit. Hij krijgt hem erop van heel dichtbij. Ik kan me goed voorstellen dat dit volgens de regels een pingel is. En dus gaat de bal op de stip. En zelfs geel voor Paul Jong. Want dat is ook de regel. Tegen Jong Utrecht in de laatste speelronde treft zeker vanaf 11 meter Sven Braken. De aanvoerder die de club gaat verlaten, maar wilde het liefst doen met promotie. Braken, 2-2. En wat is voetbal dan onvoorspelbaar. Want dit had je 10 minuten geleden absoluut niet zien aankomen. Wel feilloos afgerond door Braken. Smit zit in de goede hoek en heeft geen schijn van kans. Hoop meters te maken, goede voorzet. Dirks kopt hem vooral omhoog. Klaassen en Alouche doen de rest. Bos. Van ver, maar wel hard. En dat kost iemand zijn drankje. Wat een poeier van Berkel. Misschien wel terug naar het geboortedorp. Dirks slim weggelopen. Oosting krijgt hem er niet langs bij Van der Gouw. Kan nog altijd wat opleveren voor Willem II. Nu staat Van der Gouw weer op zijn post. Weer een variant. Met Verret die hem nieuw leven in kan blazen. Nu niet. Nu kwam VVV eruit. Met Venema, de avonturier, die wil altijd wel het geluk zoeken. Het geluk zit misschien in een schot van heel ver. Wie niet waagt en wie niet wint. Oosting. Ook hier geluk. En is het al buitenspel? Het is in ieder geval 3-2, maar de vlag gaat omhoog. Daar had het ook alle schijn van. Dit moet natuurlijk wel even gecontroleerd worden. Hier is het buitenspel. Oosting. Kabangu, hoek is lastig. En dus gaat hij er niet in. Kans voor Elton Kabangu. Venema. Slim balletje. Braken. Braken. Het is
3-2 voor VVV. En het is weer dat duo, Braken-Venema. Kruis haalt zijn gelijk in de play-offs. Heel snel, heel simpel, heel direct is Venema die oppikt. Eén glijpartij en het ligt open. En ook hier is Venema gewoon weer veel gretiger voor de goal. Braken niet zelfzuchtig. Twee keer Braken, één keer Venema van 0-2 naar 3-2 VVV. Lang leven de play-offs. Al denkt hij er anders over nu. Daar zit Smans tussen. Neemt hem ook nog aardig aan. Hoe mooi wordt het nog voor VVV vanavond? Hoe mooi wordt het nog? Och, Venema. Deze moet er eigenlijk ook in. Beetje laconiek door Smits. En dat wordt bijna fataal voor de doelman. Goed gevoetbald door Smans en de Boer dit balletje. Ach, ach, ach. Ja, daarmee kom je wel de Eredivisie in met dit soort misses niet. Bokila. Horenkamp voor zijn hattrick. Horenkamp voor zijn hattrick. Horenkamp voor zijn hattrick. Nee, Van der Gouw. Niet voor het eerst na rust dat hij met een cruciale redding komt. Ennio Van der Gouw. Kochlin over de muur. Maar Smits heeft er het oog in. Omdat het dus van heel ver is. Iedereen van Willem II in het strafschopgebied. Toch wordt er gekopt. Braken. En klaar. De eerste slag is voor VVV.